Goedemiddag, dit is de 209e aflevering van Veritas Vos Liberabit. Ik wil het vandaag met u hebben over de banken, over het faillissement van enkele banken in Amerika en over of u zich daar nou zorgen over moet maken of niet. Ik hoor ook bij de alternatieve media hoor ik heel veel onzin vertellen over banken en over de risico's. En daar probeer ik met deze video een klein beetje klaarheid in te brengen. Banken gaan niet failliet doordat zij insolvabel zijn. Bijna nooit. Dat betekent dat ze geen eigen vermogen voldoende hebben. Banken gaan failliet doordat ze een tekort hebben aan liquiditeiten. En dat betekent dat ze op korte termijn niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dat als mensen in grote getale hun tegoeden opvragen, dat ze liquiditeitstekorten hebben en dan raken ze in staat van faillissement. En dat zegt dus niets over de solvabiliteit van de bank. Dat zegt niets over het feit of die bank onvoldoende eigen vermogen heeft of niet. Nu is het zo dat in die SVB in Amerika, daar zaten heel veel technische setups. Dat zullen ongetwijfeld zullen daar een aantal bedrijven bij zitten die zeer veelbelovend zijn voor de toekomst en daardoor ook een grote waarde vertegenwoordigen. Voor de mensen die het althans kunnen inzien hoe de toekomst zich zal gaan ontwikkelen op technisch gebied. Nou is het niet uitgesloten dat zo'n bank, dat die belaagd wordt door een aantal aasgieren en raiders en dat die proberen om de bank in staat van faillissement te krijgen. Om op die manier de assets die erin zitten, dus de deelnemingen van die mooie technische bedrijven, om die eruit te halen en die te kopen in het faillissement van de curator. Dat is niet uitgesloten. Het kan dus zijn dat er grote bedragen in gestort worden in die bank. En dat degene die die tegoeden hebben, dat ze die opgevraagd hebben, waardoor er een liquiditeitstekort zou ontstaan bij de bank en de bank in staat van faillissement is geraakt. Dat zijn spelletjes in de haute finance, in de haute commerce, die plaatsvinden. En het is niet uitgesloten dat dat hier ook gebeurd is. Als deze bank gemismatched is en dus niet gehedged heeft, zijn risico's niet afgedekt heeft voor de kaststromen die uit de deelnemingen komen of over de deelnemingen zelf of over andere assets die ze op de balans hebben, dan kan het zijn dat, ja, dat die bank in staat van faillissement raakt. Dat is dus ook een mogelijkheid. Maar het feit dat een bank in staat van faillissement gaat, dat is dus 99 van de 100 keer is dat het feit dat ze onvoldoende liquiditeit hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. En iedere bank heeft te weinig liquiditeiten aanwezig om in geval dat de tegoeden die mensen bij die bank hebben opvragen om aan die verplichtingen te voldoen. Dus in principe kan door het ontstaan van een bankrun kan iedere bank bijna in staat van faillissement gebracht worden. Dat wil ik daar ook nog even bij zeggen. Ja, en dan de positie van de particulier. Ik denk dat het heel belangrijk is dat u zich realiseert dat het geld wat u bij de bank hebt teruggestort, dat dat niet meer uw geld is, maar dat dat geld van de bank is. En dat als zo'n bank in staat van faillissement raakt, dat u dan in het allerlaatste crediteurenkoetsje zit. Nou, om nou te voorkomen dat men heel erg nerveus is en het geld allemaal thuis onder een matras gaat houden, iets wat overigens bijna onmogelijk is omdat er allerlei beperkingen gekomen zijn voor het opnemen van contanten, maar om dat nou te voorkomen heeft men het depositogarantiestelsel ingesteld. En dat is een stelsel waarin de banken onderling elkaar beloven dat als ze in staat van faillissement raken of in deconfiture raken, dat ze dan de verplichtingen zullen overnemen. Tot een bedrag van 100.000 euro per rekening. Nou kun je, dat is dus een mooi systeem. Echter, als er in Nederland twee systeembanken, grote banken, zouden omvallen, dan is het maar de vraag of de andere banken in staat zijn om de verplichtingen van die bank zeg maar, over te nemen. We herinneren ons allemaal nog het geval van de ABN AMRO Bank destijds.
Een klein gedeelte van de aandeelhouders, het ging maar om 1% of 5%, die waren in staat om de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van de ABN AMRO Bank te dwingen om de bank in de verkoop te zetten. Hoe is dat mogelijk met 5% van de aandelen? Vraag je je af. Nou, als die 5% van de aandelen ook hele grote bedragen in de bank hebben staan, en ze zouden die bedragen in één keer opvragen, dan kunnen ze de bank dus in staat van faillissement brengen. Doordat die bank dan niet meer in staat is om aan zijn liquide verplichtingen te voldoen, waardoor de bank failliet gaat. Nou, destijds was er een heel spektakel met Fortis en dergelijke en de verkopen van de bank. En u herinnert zich nog, meneer Bos was destijds minister van Financiën. De bank raakte in deconfiture en meneer Bossen ging daar op vrijdagmiddag naar binnen en zei: mijn portefeuille is gesloten. Met andere woorden, ik stop er geen geld in. Maar in dat betreffende weekend werden er al vele miljarden van de rekening van de bank overgeboekt naar andere banken, omdat de mensen natuurlijk lucht hadden gekregen van deze deconfiture en het niet meer vertrouwden. Maandagochtend had meneer Bos al 4,5 miljard in de ABN AMRO banken gestort om het grootste leed te delgen. En uiteindelijk werd het zo dat hij de bank kocht voor 17,6 miljard euro. Toen hij dat eenmaal gedaan had, toen bleek dat er ook nog voor 17 miljard aan lijken in de kast van de bank zat. En die 17 miljard aan lijken, die moest ook nog even bijgeplemd worden door de staat. Waardoor de totale totale aankoopbedrag van ABN AMRO Bank kwam op maar liefst 34,6 miljard. U begrijpt het, de staat heeft geen geld, dus het risico van deze aankoop kwam voor de Nederlandse belastingbetaler. Want die kocht ineens een bank en die betaalde daar in totaal 34,6 miljard voor. Je vraagt je af hoe dat nou mogelijk is dat bij zo'n grote aankoop en bij een bank die gecontroleerd wordt door de Nederlandse bank en ook door de minister van Financiën en zijn ambtenarenapparaat, dat er toch voor bij zo'n aankoop voor 17 miljard aan lijken aanwezig was. Dat men dat dus niet voorzien heeft van tevoren. Dat is natuurlijk een hele kwestieuze zaak. Die 34,6 miljard, die komt nooit meer terug. Er zijn een aantal aandeelhouders die hebben daarvan geprofiteerd. En er zijn vele champagnekurken hebben er geknald toen dat plaatsvond. En de belastingbetaler die zit met de brokken. Er zijn een paar stukjes van de bank zijn er weer verkocht. Maar de 34,6 miljard gaat de bank nooit meer opleveren. En dat betekent dat er een schadebedrag overblijft voor de belastingbetaler. En dat is natuurlijk een zeer onrechtvaardige zaak. Immers, als er dividend uit te keren was bij de ABN AMRO Bank, ging dat naar de aandeelhouders. En nu zijn er door fouten van het management is er een groot verlies ontstaan en dat verlies dat moet worden opgehoest door de belastingbetaler, door ons allemaal. Dat is een onrecht. Wat kan je daar verder over zeggen? Nou, zo'n situatie waarin een bank dus gered wordt door de overheid heet een bail-out. Het is een onrechtvaardige zaak, ik zei het u al, want als u en ik een bedrijf beginnen en wij maken onjuiste beslissingen, foute beslissingen waardoor ons bedrijf failliet gaat, kunnen wij ook niet aan de gemeenschap vragen van wil je even bijstorten en dat risico, dat verlies wat wij geleden hebben even bijstorten. Dat gaat eenvoudig niet, maar hier gaat het dus wel. Nou, zijn daar grote protesten tegen gekomen, tegen zo'n bail-out, tegen het onrechtvaardigen van zo'n bail-out. En toen in Cyprus een aantal banken failliet gingen, heeft men voor een andere optie gekozen en dat was de bail-in. En dat betekent dat de rekeninghouders de klos waren. Niet alleen de aandeelhouders die daar geld in gestopt hadden, maar ook de rekeninghouders en de depositohouders. Die kregen namelijk van een 100.000 euro maar 40.000 euro terug en van de 60.000 ging de bank herkapitaliseren en zorgde ervan dat die in leven bleef. Dus daar hadden de
De rekeninghouders hadden de schade te betalen. Nou, is dat wat rechtvaardiger dan dat alle belastingbetalers dat moeten betalen? Maar ja, hoe kan een rekeninghouder nou zien of een bank solide is of niet? Daarvoor moet hij vertrouwen op de Nederlandse bank, in het geval van Nederland, en op het ministerie van Financiën, dat die daar toezicht op houden. Maar over dat toezicht is dus wel het een en ander aan te merken. Dat hebben we in ieder geval gezien bij de ABN AMRO Bank. Nou, dat is dus de bail-in die ook mogelijk is om een bank zeg maar, te redden. En nu terug naar die SVB. Ja, kan dat nou gevolgen hebben? Nou ja, we hebben bij de Lehman Brothers gezien dat er een enorme verwevenheid is tussen allerlei internationale banken. En dat die banken elkaars producten gekocht hebben, dat ze elkaar geld lenen, dat ze elkaars risico's afdekken. En dat is zo'n enorme wirwar geworden dat het wel eens zou kunnen zijn dat een bank denkt dat hij een risico hedgt. Maar dat hij eigenlijk, als je het hele lijntje en het hele netwerk afloopt, dat hij zijn eigen risico weer ingekocht heeft. Dat is iets waar men eens over zou moeten nadenken. En bovendien zijn er zoveel financiële instrumenten gekomen, in zo'n grote mate, dat men gewoon geen enkel idee meer heeft hoeveel van die financiële producten er rond de wereld zweven. En er dus ook niemand meer is die daar overzicht over heeft. Nou, dat wil ik u dus zeggen. U weet, uw geld is niet van u, maar het geld is van de bank. Er zijn allerlei beperkingen om cash op te kunnen nemen. De praktische beperkingen, er zijn steeds minder banken, er zijn steeds minder geldautomaten. U loopt een risico. Ik wil niet oproepen tot een bankrun, dat is namelijk een strafbaar feit en dat doe ik dus ook absoluut niet. Maar het is in ieder geval wel goed om wat cash te hebben, om ervoor te zorgen dat u niet alle eieren in hetzelfde mandje legt. Cash is king, zegt men wel eens. En dat is ook zo. Een ander aspect wat erbij komt kijken is dat er misschien geprobeerd wordt om een sfeer op te roepen. Want immers, er zijn een aantal grote financiële partijen die zijn bezig met het instellen van de CBDC. Central Bank Digital Currency, wat ook wel de digitale euro wordt genoemd. En dat zijn rekeningen die je kunt aanhouden bij de centrale bank. En een van de argumenten die je kunt lezen op de site van de Nederlandse bank is dat dat veilig geld is. Ja, als je dat zo gaat noemen, dan ben je eigenlijk je eigen bankensysteem wat zeg maar onder de Nederlandse bank zit en wat onder toezicht van de Nederlandse bank is, dat ben je eigenlijk een kwestieuze reputatie aan het geven. Maar dat terzijde, als banken in staat van faillissement zouden raken, en dat zou ook in Nederland zou dat plaatsvinden, dan is dat denk ik het ideale om de CBDC in te voeren. Immers, als u niet meer kunt betalen omdat uw rekening plotsklaps niet meer bestaat, zoals dat bij de SVB-rekeninghouders gebeurd is, dan zou het wel eens kunnen zijn dat u meer geneigd bent om die CBDC te accepteren dan dat u dat gewoon zou doen. Die CBDC heeft men een proef ingevoerd in Nigeria. En daar is gebleken dat de Nigerianen helemaal daar niet voor voelden voor die CBDC. En daar is dat project mislukt. Dus de CBDC, daar zitten allerlei voorwaarden natuurlijk aan vast. Daar kunnen ook bedragen van uw rekening afgehaald worden. Negatieve rentes, kosten, boetes, wat iets meer zijn. En dat is dus, ik heb daar al vaker over gehad, echt een soort slavernijsysteem waar u helemaal niets meer te zeggen hebt. Als u daar rebelleert tegen het overheidsnarratief, kunnen uw boetes worden opgelegd. U kunt worden afgeschakeld, zodat u helemaal niet meer kunt deelnemen aan het betalingsverkeer. Niet meer kunt ontvangen en ook niet meer kunt betalen. En dan word je dus eigenlijk een soort outlaw, een soort outcast die buiten de maatschappij komt te staan. En dat is ook de reden waarom
de gulden middenweg tegenstander is van dat CBDC. Het bankensysteem dat moet zichzelf overeind houden en dat moet gedisciplineerd de ouderwetse bankregels in acht nemen en ervoor zorgen dat de risico's gehedged worden, afgedekt worden en zorgen dat ze dienstbaar zijn aan de reële economie. En daar schort het ook aan. Men is, heeft zich steeds meer is men zich gaan richten op het eigen gewin, op een hoge winst. Risico's is men gaan nemen. Risico's waarvan men dacht, ja, die worden wel als het misgaat door de staat gedragen. En daardoor zijn er managers gekomen in die banken die steeds meer risico's nemen, ook ten eigen faveur, omdat hun beloningen vaak gekoppeld waren aan het resultaat van de bank. En het is een aantal keren misgegaan en het kan nog meer keren misgaan. Nou, of dat bij de SVB of dat nou het spelletje geweest is om die assets in handen te krijgen voor lage bedragen. Of dat er daadwerkelijk sprake is van een teloorgang, van een deconfiture, dat zal de toekomst ons wijzen. Daar wil ik niet over speculeren, maar ik heb u in ieder geval een aantal aspecten daarvan laten horen. Sussen is dus eigenlijk net zo vreemd in dit geval als het oproepen tot een bankrun. Dat zijn de twee uitersten. En ik doe allebei niet. Ik wil afwachten wat er gebeurt. En ik hoop dat u voor uzelf wijze beslissingen neemt. Want er is natuurlijk altijd een verschil tussen het macro gebeuren, zoals je dat in totaliteit in het bankensysteem zit, en uw micro gebeuren. En ik ga ervan uit dat u voldoende intellectueel en slim bent om die risico's voor uzelf af te wegen. Nou, hier laat ik het bij. Ik dank u dat u in dit wat meer technische verhaal ook mijn verhaal aanhoort en dat u dat wilt delen. Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik ben u dankbaar ook voor de vele likes die ik krijg en voor de commentaren. En ook voor de schenkers aan DGM. Dit stel ik zeer op prijs en ik dank u hartelijk. En ik wens u al het goede, zoals gebruikelijk, waar u ook bent.